Mijn naam is Klaas Vleemt van het waterschap Noorderzijlvest. Mijn naam is Hans Wouters van Brightwork. Wij zijn 2 van de 6 partners in het Kados Consortium. En onze innovatie is het duurzaam hergebruik van toiletpapier op rioolwaterzuivering. We proberen geld te verdienen met gebruikt toiletpapier. Het toiletpapier dat verdwijnt in het rioolstelsel komt hier op de zuivering aan. En tegen de tijd dat het op de zuivering aankomt is het natuurlijk geen toiletpapier meer, maar zijn het cellulosevezels geworden. Die vangen we uit het afvalwater op en gebruiken we voor de ontwatering van het slip. Hier staan we bij de zeefinstallatie, dat is het nieuwe element in de zuiveringsinstallatie. Hier halen we de cellulosevezels uit het water, die worden tegengehouden op de band. En tegelijkertijd brengen we daar het slip op, zodat het slip ontwaterd wordt. Ja, het ziet er wel lekker uit en stinkt een beetje, vind ik. Ja, vind ik wel mee wel eigenlijk. Ja, het fijne van deze unieke techniek is dat we hier een behoorlijke volumereductie doen van ontwaterd slip. Daardoor minder transportkosten, minder chemicaliën in verbruik, minder belasting van de zuiveringsinstallatie en daardoor energiebesparing. En we leveren ook nog eens een product af waarmee we groene stroom kunnen maken.